Een hele goede morgen en welkom hier bij een opname van Dutch IT Channel in het prachtige Hilversum. Mijn naam is Danny Friedman, ik ben de komende periode de host van deze sessie en ik heb een aantal sprekersnamen waar we het gaan hebben, met name over een onderzoek, de digitale mobiliteit. Jurgen, fijn dat je er bent. Ik begin even bij jou. Je hebt dit onderzoek uitgevoerd, met name om even de urgentie aan te stippen, met name van de verandering van thuiswerken tijdens deze coronacrisis. Daar hebben we allemaal mee te maken gehad, jij ook, ik ook in het bijzonder, en ongetwijfeld Anton en Jelle ook. Dus deze activiteit die pakken we nu op. Kan je iets vertellen over dat onderzoek in de algemene zin? Zeker, sowieso ook goedemorgen. Wat we eigenlijk onderzocht hebben, wat we nu voor het derde jaar hebben gedaan, is een beetje wat het snijvlak IT en mobiliteit doet. En je ziet gewoon dat thuiswerken wel steeds meer gedaan wordt. Maar je ziet wel dat door COVID eigenlijk er meer beleid is gekomen. Dus de bedrijven die dat nog niet hadden, die hebben nu... juist wel beleid. De timing is natuurlijk spot on, hè? Want we hebben het allemaal over digitale mobiliteit. Daar gaan we het ook met Anton en Jelle over hebben. Was dat moment ook specifiek gekozen dat jullie ook dit onderzoek nu hebben uitgevoerd? Nou, het is voor het derde jaar op rij. Ja. Maar we wisten wel dat er natuurlijk dit jaar wat andere factoren meespelen. Ja. Dus daar hebben we ook andere vragen vooraan toegevoegd. Om die elementen ook te kunnen zien. Ja. Dus, zullen we even stil zijn bij de eerste onderzoeksvraag die je gesteld hebt? Een van de vragen die je gesteld hebt. Over met name de belangrijkste onderzoek van gaan mensen thuiswerken. Kan je daar iets op dieper op ingaan? Ja, we vragen in het begin vooral of het is toegestaan en wat een beetje de cultuur is binnen de organisatie of er beleid is. Ja. En over het algemeen zie je dat een beetje afhankelijk natuurlijk. Ik heb voor kenniswerkers zie je dat het al langer kan. Ja. Dat er nog niet direct beleid is, maar dat is dus wel toegenomen in dit jaar. Mm-hmm. Je ziet dat alsnog wel bijna 100% mag thuiswerken, waarbij er wel een verschil dus is op basis van de functie die iemand heeft. Ja. Connectiviteit komt zometeen nog voorbij in beveiliging, dus heel fijn om daar nog even dieper op in te gaan. Anton, fijn dat je er bent. Vorige week in Hoge Vuurse, nu weer hier in prachtig Hilversum. Voor de mensen die jou niet kennen, kan je nog even kort voorstellen, Anton? Heel kort, Anton Loeven van Eschro, Cloud Service Broker, gespecialiseerd in Cloud First, Microsoft First. Oplossingen met bedrijfscrisisapplicaties, daar zijn we eigenlijk in gespecialiseerd. Ja. Wat Jurgen even zei hè, over het thuiswerken en met name even cloud, waar we nog zo meteen diep op ingaan. De actualiteit van het onderzoek, is dat iets wat jij zegt van Danny, dat is goed dat we dat nu uitvoeren, ook relevant voor jou? Nou, het is sowieso altijd interessant om te zien. Ja. Het is ook heel mooi dat het juist nu wordt uitgevoerd. Met COVID zien we toch wat bijzondere effecten. Ja. Als je kijkt naar thuiswerken, dan hebben we natuurlijk al klanten die sinds 2004 konden thuiswerken. Het is wel heel vaak gebonden aan de rol van iemand tot op heden eigenlijk. Mm-hmm. Maar met COVID is dat compleet veranderd. Hè. Toen zien we echt bij onze klanten dat iedereen de mogelijkheid kreeg om thuis te werken. Ja, waarbij sommigen toch nog wel eens wat stapjes moesten maken. Yeah. Maar het beleid was vaak geformaliseerd rond directe leden, commerciële functies. Afhankelijk een beetje van de branche sector waarin je zit. Mm-hmm. En nu is er een duidelijke verschuiving. En ik denk ook dat het, als we de ondernemers die ik spreek, die laten allemaal blijken van, hey, dat gaan we structureel invoeren dit. Ja. Uit het onderzoek van Jurgen komen eruit voort dat 40% van de respondenten geeft aan dat er geen beleid is omtrent werk op afstand. Herken je dat beeld vanuit jouw gesprekken? Het is een informeel beleid, denk ik, omdat het heel vaak geleidelijk is ontstaan door eerst directieleden, partners, maatschappeleden of commerciële functies die mogelijkheid te bieden. Mm-hmm. Met behulp van een virtuele werkplek. En daardoor was er niet per se een noodzaak om het heel strak te formaliseren. Nu zien we, zeker in de zakelijke dienstverlening, dat er wel formeel beleid omheen komt. Ook omdat er compliance geraakt wordt vaak. En de AVG en GDPR. Ja. Jelle, fijn dat je er bent. Je staat ook bekend als Security Evangelist. Maar dat ben je van hart en nieren. Fijn dat je ook tijd hebt vandaag om hier te zijn. Als je even kijkt naar wat Jurgen en Anton zeiden. Hoe herken jij die trend in jouw gesprekken met jouw klanten? Nou ja, wij hebben te maken met de mensenfactor van Nobifor. Ja. Dat is nu zeker in deze tijd extra belangrijk, want iedereen werkt thuis. De beveiliging van je organisatie die je op locatie doet, is daar, alles is daarop ingericht. Dus nu zit men in een hele andere organisatie, een hele andere structuur te werken. En je moet je dus bewust zijn wat er gebeurt. Nou, wij zien ook wel dat beleid is één ding, maar je beleid wordt niet gehackt uiteindelijk. Nee. Het is de technologie of de mens die gehackt wordt. Ja, daar zit denk ik de grootste winst voor organisaties op dit moment. Zorg maar in ieder geval dat je naast beleid ook dat stukje praktijk inricht. Ja.
En daar heb ik ook alle gesprekken over met klanten. Interessant. Dat denk ik ook een hele interessante tijd voor jou, want daar zitten wij bij eindklanten op dit moment. Heerlijk, ja, absoluut. Denk ik. Jurgen, ga even naar vraag 2, want het tweede onderdeel van ons ging over connectiviteit. Ja. Kan je iets vertellen waarom jullie dat onderwerp hebben ingebracht in het onderzoek? Nou, we kijken sowieso naar de bredere zaken van de digitale werkplek. Dus we hebben ook een stukje hardware, applicaties, maar ook natuurlijk connectiviteit. En daarin zien we dat dat natuurlijk aan twee kanten een tweestrijd is. Enerzijds KPN, Vodafone, Ziggo en de andere kant Apple, Samsung. Maar het is gewoon duidelijk dat mensen gewend zijn om een smartphone te hebben zakelijk ook. En dat te gebruiken in hun werk. Ja, Jelle, weer even terug naar jou. Smartphones, thuiswerken, beveiliging. Ik denk, ik zie rode vlaggen. Zie ik dat verkeerd of maak je daar ook zorgen over? Zorgen is een groot woord. Je ziet wel dat bedrijven moeten anders ermee omgaan. Ja. Zeker met smartphones. Een smartphone wordt zakelijk gebruikt, maar vaak ook privé. Ja. Terwijl het stukje data, de gevoelige data die je op je werk gebruikt, is plotseling toegankelijk via die simpele telefoon, waar 's avonds misschien je kinderen een spelletje op spelen. Ja. Dat vereist nou eenmaal dat je iets anders ermee omgaat. Dat bedrijven zich dat ten eerste realiseren, dat gebruikers het zich realiseren en dat je daar adequate manieren voor neemt. Ja. Anton, voor jou, zeker als cloudorganisatie Eschro, betekent smartphone ook werkelijk cloud. Zie je nu ook dat door deze crisis waar we in zitten, waar we door digitalisering sneller uitkomen dan andere landen, dat organisaties en gebruikers ook veel meer op hun smartphone thuis aan het werk zijn? Ja, al was die trend al een tijdje gaande, hè, want de tijd dat de werkplek het enige, de fysieke werkplek het enige werkdevice was, is al voorbij. Je ziet dat iedereen in ieder geval één, nou misschien wel 2 tot 5 devices in gebruik. En thuis werd natuurlijk al gebruikt, maar af en toe mobiel telefoon, maar ook soms van de tablet of de pc thuis of de hotel pc onderweg, om op zijn minst mail te doen. Dus je ziet alleen een, ik vind dat je meer nadruk ziet op het risico wat er bij dat gebruikers is. Wat jij net aanstipt, wat je ook aanstipt, dat is, ik vind dat die bewustwording er wel meer is nu. Nu mensen echt bijna gedwongen worden om thuis te werken. Iedereen denkt, wacht even wat. Of ze konden moeilijk bij de informatie. Toen kwamen ze achter van, hey, als die nu gaan ontsluiten, welk risico lopen we eigenlijk? Ja. En juist doordat ze die stap moesten zetten van, hey, het is niet meer alleen commerciële functie en directie. We gaan iedereen toegang geven. Ja. Hey, wat betekent het eigenlijk en op welke apparaten dan en wat zijn de consequenties daarvan? Dus ik vind er wel meer bewustwording opkomen en mobile device management is één van de zaken die daarbij helpt. Ja, daar gaan we zo naar kijken. Ja. Als je dan kijkt, even Jelle en Anton, zie je dat, en het wordt vaak gezegd, never waste a good crisis, dat je nu, dat de gesprekken aan tafel bij jullie klanten ook veranderd is hierdoor, dat het urgenter is om dit nu te bespreken. Zie je daar kansen, Jelle? Ja, risico is kans maal impact. De impact is hetzelfde. Gevoelige data lekken is nog steeds erg. Met de wetgeving die er omheen zit, dat wil je niet als organisatie. Nee. De kans is echt veel groter geworden nu. Daar gaan de gesprekken over met klanten. Ja. Realiseer je dat die kans er is en dan die kans nemen. Ja, interessant. Leuk. Mooi bruggetje van Anton al even, Jurgen, over mobile device management. Het beheer van mobiele apparaten. Ja. Ook dat was eigenlijk een verdieping op het woord connectiviteit. Wie zijn voor jou, als ik verken met onze belangrijkste spelers die daaruit voort zijn gekomen? Nou, wat we sowieso al zien, ook omdat we dit onderzoek natuurlijk nu voor het derde jaar doen, is dat mobile device management steeds meer gebruikt wordt bij organisaties. Mm-hmm. En het is nog wel een beetje, wie is de winnaar? Op dit moment lijkt Microsoft met Intune wel de grootste. En daarachter volgen dan Mobile Iron en VMware. Maar dat ligt nog best dicht bij elkaar. Dus je ziet gewoon dat het nog relatief nieuw is. Dus dat die markt nog niet zo uitgebalanceerd is. Ik zie dat 80% van de overheid gebruikt MDM. Dat is fors. Maar ik zie ook dat bepaalde industrieën achterlopen. Want de transportindustrie, is daar een verklaring voor? Nou, je ziet sowieso wel in het gebruik van meerdere technologie dat de overheid wel voorop loopt. Mm-hmm. En dat wel vaker blijkt inderdaad de industrie als het transport, dat die daar wat minder mee bezig zijn. En dat verschil zie je niet alleen bij mobile device management terugkomen. Dat zie je ook bij andere tensen bij komen. Ja, zeker. Ja, dan zie je dat de eisen aan dit soort toepassingen als MDM nu ook groter zijn geworden vanuit klanten richting partijen zoals Microsoft en andere partijen. Ik denk dat men zich, nu men het ook echt gaat gebruiken, zich meer realiseert wat er mogelijk is. Het is niet zozeer de eisen als wel de functionaliteiten die ze willen gebruiken en willen inzetten. Men zet het gewoon breder in. Niet alleen men zet het in, men zet het er breder in. Ja. Ik denk dat daar vooral het in zit. Daar zul je wel zien dat de winnaar wordt degene die de meest rekening houdt met die eindgebruiker in zijn tooling.
Ja, ja, een mooi bruggetje in jou, Anton, want iedereen weet in de markt dat jij heel nauw samenwerkt met Microsoft. En wat Jurgen ook zei, dat is op dit moment een hele belangrijke partij. Merk je nu ook dat daardoor jij ziet dat de vraag naar MDM vanuit Microsoft ook jou helpt om jouw businessgesprek met jouw beslisser op een ander niveau te hebben? Het interessante is dat inderdaad mensen wel security belangrijk vonden, maar eigenlijk ook niet meer lastig gevallen wilden worden. En nu zijn die iedereen naar huis gestuurd om thuis te werken, moeten ze er iets mee. En dan zie je dat mobile device management enorm een goede tool is. Ik vind het andere ook heel erg belangrijk. Hè. Bewustwording is denk ik minstens zo belangrijk. Ja, ja. Maar aan de andere kant, je probeert in ieder geval alles in place te hebben om mensen te voorkomen fouten te maken daar. En ik denk dat Microsoft in zeker in Nederland een hele sterke propositie heeft, omdat ze natuurlijk 89% van het applicatielandschap is gebaseerd op Microsoft. Mm-hmm. En ze combineert heel sterk met eigenlijk hun OS en hun basis kantoorapplicaties door dat in één bundel te stoppen. Dus ik denk dat het nog een harde dobber wordt voor anderen om daar straks doorheen te breken. En als je naar klanten kijkt, dan zie je van op dit moment managen we denk ik per gebruiker zo'n 200 instellingen per device. En die veranderen zo'n beetje elke 14 dagen. Dus daar zie je dat. En dat is eigenlijk omdat er ingespeeld wordt op de threats in de markt. Wat er aan ontwikkelingen gebeurt eigenlijk. Hè? Want wat je terecht aangeeft, de kans wordt steeds groter. En dat is niet omdat mensen alleen meer thuis gebruiken. Maar iedereen, maar ook de slechte mensen, zien de opportunity van al die thuisgebruikers. En de zwakke plekken zijn ze naar op zoek om daar de boel te gijzelen of financiële fraude te plegen. Dus het raakt ook SMB veel eerder. Iedereen dacht eerst van security is voor enterprise, maar nu beseft iedereen van het kan ook morgen mijn PC zijn die gegijzeld wordt en dan moet ik gaan betalen om hier weer te kunnen werken op zijn minst. Of daar weer dat op staat. Biedt dan ook kansen voor organisaties waar jullie werken nu, Jelle en Anton. Dus niet in de tijd waar jullie nu zitten. Het is een van de top drie gespreksonderwerpen. Een van de opmerkingen, een van de onderwerpen die we vorige week bespraken was EDR, ik had er nooit van gehoord, helaas ben ik geen IT-expert. Endpoint detection en response. Dus daadwerkelijk dat je echt je apparaat beveiligt en hoe daarmee om te gaan. Dus ik vond het ontzettend boeiend, maar dat is natuurlijk nu wel een heel relevant onderwerp. Ja. Want uit het onderzoek kwam ook naar voren dat thuiswerken is een de facto standaard geworden. Dus, het zou blijven. Dat ben ik volledig met je eens. Ja. Ja. We gaan weer even naar de laatste vraag van dit onderwerp, Jurgen. Want als we het hebben over cloud, als we het hebben over digitale mobiliteit, hebben we het ook over thuiswerken met toepassingen en laptops en smartphones. Maar we hebben het ook natuurlijk over servers. Een van de opmerkingen en vragen die jullie gesteld hebben is dat steeds meer Nederlandse organisaties servers op de eigen locatie hebben staan. Ja, dit lijkt natuurlijk een open boek, maar hoe komt dit nou vanuit het onderzoek? Nou, wat sowieso wel goed is om aan te geven, is we hebben eerder dit jaar met Dutch IT ook een onderzoek gedaan, meer naar cloud. Ik zou daar zeker naar kijken, want daar staan heel veel details nog meer in. Maar je ziet gewoon duidelijk dat servers op locatie worden ingeruild voor cloudcapaciteit. Ja. Dat biedt nog meer mogelijkheden om thuis te kunnen werken eigenlijk. Ja. Dus dat maakt het wel makkelijk. Vanuit het onderzoek, Jurgen, kwam voor dat veel overheidsorganisaties hebben nog maar weinig service op locatie, 23%. En in andere sectoren is dat 61%. Dus je ziet gewoon een hele duidelijke verschuiving zien komen. En ik kan me heel goed voorstellen dat jullie dit elk jaar doen. En dat dit ook continu verschuift. Ja. Ja. Dus het is ook in jouw mening een trend die doorzet? Zeker, je ziet wel dat die cloudcapaciteit alleen maar blijft toenemen. Ja. En ook de gesprekken die wij hebben met partijen in de markt, zie je die trend alleen maar doorzetten. Ja. Waarbij ook hier weer blijkt dat de overheid daarin wel voorop loopt ten opzichte van wat andere sectoren. Ja. Jelle, als je op dit moment een soort een lijstje zou kunnen maken aan beslissers die nu meekijken naar deze video en zeggen van, ik maak me toch zorgen over de cloud. Ik heb daar toch security vraagtekens bij. Heb jij een lijstje in je hoofd wat je zo op kan dreunen en zegt van jongens, kijk dan in ieder geval daarmee over als het gaat om security in cloud. Is er zo'n lijstje? Dat hangt van de situatie van de organisatie. Iedere organisatie heeft zijn eigen risicoprofiel. Belangrijk is wel, kijk, waar je ook zit, of je nou cloud of lokaal zit, het draait uiteindelijk om die gevoelige data en hoe je die gaat beschermen. Neem dat nou als uitgangspunt. Ja. En het tweede punt is, realiseer je als organisatie dat je beveiliging is altijd jouw verantwoordelijkheid. Ja. Dus vertrouw nou niet met op de blauwe ogen van een leverancier, maar probeer dat met een audit of met onderzoek ook echt te toetsen. Ja. Te bewijzen, is dat veilig en waar kun je zelf nog bijdragen? Ja. Nou, als je die dingen nou als basis in je achterhoofd houdt, in het selecteren van een leverancier of in het afnemen van diensten, dan gaat het al vrij goed. Ja. Maar dat betekent uiteindelijk gewoon in eerste instantie een risicoanalyse maken van het profiel van je klant.
Om vervolgens te kijken wat voor soort security eisen en wensen daaruit voortkomen voor de cloud. Ja, vanuit ons gebeurt dat wel. Het belangrijkste is dat een klant zelf zich dat realiseert. Ja. En eigenlijk die stap voordat hij zegt van waar ga ik nou alle spullen plaatsen, dat hij al weet welk risico die loopt. Wat is zijn aanvalsvector? Wat is zijn attack service met een heel mooi woord? Ja, interessant. Anton Cloud, en dan denken we natuurlijk meteen over de public cloud, de hybrid cloud, maar er is natuurlijk ook een on-premise cloud. Hoe voer jij die gesprekken ook met jouw klant over waar het moet staan? Ja, kijk, het hybride model is het meest gangbare model op dit moment. Dat klanten zeggen van, hey, sommige data, daar voel ik me comfortabel bij als dat nog in een private cloud staat en andere op een public cloud. Ik zie er wel een hele sterke verschuiving naar public. En het gaat eigenlijk om die data, wat jij net al zei, van mensen moeten beseffen van, hey, wat zet ik eigenlijk buiten de deur en waarom, en wat is mijn risico daarop? En ik ben helemaal voor eigenlijk, dat snap je al, dat derde partijen het toetsen. Dat heeft zeer enorm in compliance, dus ik vind ook van als bedrijf, je bent altijd verantwoordelijk. Dus je kunt niet ervan uitgaan dat je service provider per definitie het goed geregeld heeft. Laat maar lekker een derde partij kijken naar de audits en assurance opvragen en het control framework toetsen. Wat daar ligt, dan weet je waar je aan toe bent. Begin bij bewustwording. Ik vind dat wel echt een stap gezet. Zeg maar dat de meeste bedrijven echt wel een stap gezet hebben om daarover na te denken. En daarna gaat het om invulling eigenlijk. Ja. En ja, de verschuiving naar public die is gaande. En ik denk dat een trend is die niet te stoppen is eigenlijk. Een van de elementen van het onderzoek van Jurgen, waar in 2016 nog 76% van de organisatie service het eigen kantoorpand gebruikte, is dat inmiddels teruggelopen tot 46%. Ik vond die 46% nog relatief vrij hoog. En dat zou je zeggen dat bijna de helft op dit moment nog eigen servers heeft. Terwijl op het moment dat wij de IT-wereld nu goed begrijpen, dan zien we natuurlijk datacenters, cloud, Azure, Amazon. En dan zien we groeien. Dus ik denk dat die trend denk ik wel verder gaat doorzetten. Ja, zeker. Ja. Dank voor het interview. Heel interessant. Het komende interview is met Eugène Tuinman en Witold Kopensky. Jurgen, ik zie je zo meteen terug. Ja. Anton Loeven, Jannie Wiergaard, bedankt en tot snel. Dankjewel.